Hoeveel checkpoints had je bij het parcours? Not sure. Nee, eentje. Wat één checkpoint. Ja, we hadden één checkpoint. Ik wil terug. Ik heb het bedacht. Holy shit. Oké, er zijn heel veel mannen hier. Sterf mannen. Sterf nare mannen. Ik ga eens eventjes die skeletons neerhalen. Die zijn natuurlijk het naarst. Zo. Oké. En jij nog. Kom hier, bitch. En die is neer. Oh, er is er nog eentje hier. Ik weet even als arrows. En hij is ook dood. Hoppakee. Ik wil wel die echte slayer hoor. Ik bedoel, al die bitches kunnen niks tegen mij. Want ik kill ze allemaal. Woe, woe, kill ze allemaal. Woe. Oké, volgen we het gravel verder. En neem nog even een hapje eten. Moeten we hier naar binnen of moeten we hier overheen? Ik zie hier namelijk nog steeds gravel. En ik zie daar een chest. Is dat een punt? Het is een punt. We hebben 7 punten. Oké, weet je, ik wil eigenlijk wel hierin kijken. Want dit gravel gaat ook hierheen. En het ligt ook trouwens. Dus ik ben wel benieuwd waar dit uitkomt. Dus waarschijnlijk ga ik het hier ook wel goed. Hoofdstuk 3. Papapapam. Ik denk wel zeker dat we goed gaan. Je bent ontsnapt, maar je staat alweer voor de volgende uitdaging. Je staat op het punt om een grote grot in te gaan. Opdracht. Voltooi de challenges en ontsnap uit de grot. Oké, dank u wel. Dat is een makkelijke challenge. Challenge 1. Oeh. Parcours naar het eind voor de volgende challenge. Thanks. Dat is, klinkt eenvoudig. Het leuke is alleen, we hebben hier niet echt een checkpoint. Dus laat ik eventjes een checkpoint zetten. Oké, ik heb eventjes een spawnpoint hier neergezet. Zodat als ik dood ga, dat ik in ieder geval wel weer daar terug spawn. Ik hoop niet dat ik dood... Oh. Ik wou net zeggen, ik hoop niet dat ik dood ga. Want dan verlies ik waarschijnlijk al mijn spulletjes. Of keep inventory staat aan. Ja, keep inventory staat aan. Wat een man. Deze man heeft overal aan gedacht. En daar ben ik wel blij mee ook. Oh shit. Fucking donder. Ik hou niet van donder. Maar het dondert inderdaad heel hard. Oké, we hebben hier nog een emeraldje. Auw. What the fuck? Vliegt zo in de fik dit? Wat is dit nou weer voor onzin? Oké, we gaan langzaam door. Oh nee! Volgens mij was daar net de checkpoint waar we zo compleet missprongen. Of... Oh. Checkpoint? We hebben de checkpoint wel gehaald. Waarschijnlijk heeft deze man gewoon onzichtbare checkpoints erin gedaan ofzo. Want ik heb hier helemaal geen checkpoint gezet. En er zit ook helemaal geen tripwire ofzo. Hoe heeft die vent dat gedaan? Dat is fucking knap. Oké, props naar deze man. Misschien had ik helemaal geen spawnpoint hoeven te zitten aan het begin. Misschien heb ik gewoon weer te snel nagedacht. Terwijl dat gewoon allemaal automatisch gaat. Het is echt heel vet. Oké, ik ga vanaf nu geen checkpoints meer zetten. Want ik vertrouw erop dat die man zijn checkpoints op orde heeft. Want daar lijkt het namelijk wel op. We gaan hierheen. Oké. En we gaan naar beneden. Serious mode activated. Dit is geen serious mode, Joost. En we gaan nu die kant op. En kom op, man. Dat zijn zulke simpele jumps. Waarom? Ik vind het echt heel... Ik begin het nu gewoon frustrerend te vinden. Gewoon... Waarom? Wat was dat? Die jump was perfect. Waarom ging ik daar dood? Kom maar met die what is this in het beeld, jongens. Want ik snap er helemaal geen balzak van. Oké. Oh. There we go. Ja, man. Godver... Ja hoor. We got it. Oké. Niet gehaald. Loop hierheen. Ik heb het ook niet gehaald. Oh, dat is naar. Nee, dat meen je niet. Die vent zegt niet gehaald, loop hierheen. En dat is gewoon letterlijk kill your fucking self. Deze man, oh man. Wat deze... Hij denkt gewoon... Hij zit echt gewoon te genieten van dit hoor. Van het feit dat ik het gewoon niet haal telkens. En gewoon dat vieze jumpy. En dan denkt hij van... Nou, hij zal wel blij zijn dat hij het eigenlijk gehaald heeft hoor. Op die slimeblokjes. En dan vervolgens... niet die slimeblokjes kunnen halen. Omdat je daar gewoon moet springen. En als je dat niet haalt, dat je gewoon jezelf moet vermoorden. Man, oh man, oh man. Hey, dit is echt heel naar. Ik vind dit echt, echt heel naar. Ja. Oh, dit. Volgens mij heb ik het gedaan. Heb ik het gedaan? Kom op, heb ik het gedaan? Oké, wacht. Fuck, volgens mij heb ik het gedaan. Ja. Oh man, ik heb het gedaan. Jezus. Challenge fucking 2. Ik hoop niet dat het erger wordt dan dit, jongeman. Want ik vond het niet fijn. Haal de dropper voor de volgende challenge. Oké, dat is iets waar ik wel goed in ben dan. Ik bedoel, droppers vind ik wel leuk. Dus dat moet nog wel goed komen. Kom maar met die droppertje. Kom maar met dat droppertje. Hoppakee. Oh, man. Fucking lapis. Nee, no way dat ik dit nog een keer ga doen, ouwe. Ik zweer het je. Ga je heel fancy die checkpoints hier neerzetten... En dan laat je me geen checkpoint hebben bij die fucking dropper. Hij zit te lachen thuis. Deze man die deze map gemaakt heeft, hè, die zit echt te lachen thuis. Nee, hij zei dat we niet mochten cheaten in Game Mode 1. Dus ik ga het ook niet doen. Ik haal dit stukje. Ik zet een spawnpoint zodra ik het weer gehaald heb. En ik geef hem niet die fucking satisfaction dat hij me mag uitlachen. Nare man. Nare man. Ja, kom op. There we fucking go. Jezus, kom maar met dat spawnpointje hoor. Hè? Dat gaan we niet nog een keertje doen. Goeie genade zeg. Oké, we gaan daar door. En we gaan dood. Oké, goed zo. We gaan hier meteen gewoon naar beneden. YOLO waterpolo. YOLO waterpolo. There we go. Fucking YOLO waterpolo. Dat is altijd een manier hoe je ding moet halen. Kom maar met die emeraldjes. Die zitten hier vast nog wel ergens verstopt in het water. Hè? Knully Wully. Waar zitten die emeraldjes verstopt? Oh man, ik kan hier echt niet van genieten. Echt niet. Oké, wat is dit? Challenge met een boog en een arrow. Wat is dit? Challenge 3. Het schiet alle doelen raak voor de volgende challenge. Okidoki. Dat is wel te doen. Ik bedoel, hier kan ik in ieder geval niet doodgaan. Nou ja, je weet natuurlijk maar nooit. Hè. Je kan van alles doodgaan tegenwoordig in Minecraft. Misschien komt er wel ineens een... misschien als ik al die dingetjes heb geraakt, komt er ineens een of andere ghast of zo. Hé, ging je nou weer uit? Dat vind ik niet kunnen, hè? Komt er een of andere ghast of zo die me gewoon complete teringen helpt of zo? Ja, je weet maar nooit, hè, met Minecraft. Ging je nou weer uit? Dude. There we go, oké. Oké, wat is dit? Per se zitten geen trollgaten in, geloof me. Per se zijn 3 verschillende punten te vinden. Wat? Oké, we hebben weer een puntje en challenge 4. Okidoki. Haal Dolo voor de volgende challenge. Dat is heel erg duidelijk. En er zitten geen trollgaten in. Oké, dit is een lava Dolo. Yo, ik zweer het. Als er trollgaten in zit, ik steek je neer. Want ik heb geen checkpoint gezet. En er waren er waren 3 punten te vinden in de Dolo. Het is natuurlijk wel een uitdaging voor mij dan ook. Om al die punten dan ook echt te gaan vinden. En daar is er eentje. Dus dat is een mooi teken. En we gaan gewoon lekker speedy mode Gonzalo zo er doorheen. En ik hoop dat ik al die puntjes een beetje kan vinden. Dat zou wel mooi zijn. Of ik vind nu in één keer de uitweg. Ik zie hier in ieder geval nog een puntje. Dat zijn er dus 2. En dat is het einde. Oké, daar zit ook een puntje in, maar dat is niet het puntje wat ik nodig heb. Ik ga er gewoon weer in. I don't care. Of niet. Joost is verdwaald. Joost weet niet... How to Dolof met Joost, jongens. Niet mij nadoen. Hier is het einde. There we go. Oké, we hebben in ieder geval 2 golden apples. Die ga ik wel graag opeten. Wat staat hier? Versla de eindbaas en ontsnap uit de grot. Nou, dat is inderdaad ook weer heel erg straightforward. Laten we eerst eventjes een appeltje of een steekje eten. En start boss battle. Oké, laat ik 1 golden apple eten. En ik eet mijn strength. En ik eet mijn swiftness. En die droppen we weg. En let's motherfucking go. Oh, what the hell is dit? Oké. Zo, jij wilt dus ontsnappen uit mijn grot, hè? Nou, dan zul je eerst langs mij moeten. Hahaha. Kom maar op, ik zal je verslaan. Schiet de doelwitten achter hem neer. Wat? Auw! Fuckers! Blaze. Oké, ik moet die doelwitten raken. Kom maar bij papa. Ik raak al die doelwitjes. Kom nog eentje. Ja, kan hem. Oké. Schiet in zijn ogen. Oké. Oh, dat zijn heel veel doelwitten. Holy fucking shit, dit is vet. Oké, al die blaze, die vol... Ik ben dood. Oké, ik ben weer gespand. De blaze is er nog. Sterf blaze. Oké, there we go. Moet ik nou weer opnieuw die... Nee, niet. Oké, die ogen zijn er nog. Oké, fuck you, blaze. Ah, jij ook nog? Sterf. Oké, en jij? Sterf. Nee. Fuck you. Ik moet even een golden apple eten. Oké. Oké, weet je wat? Fuck it. Ik ga gewoon op zijn ogen focussen. Oh shit, 3 in 1 klap. Nice. Oké. Nee, je hebt de eindbaas verslagen. Oh, ik zie die afgaan in zijn mond. Yes! Sterf, fucking eindbaas. Is dat nu waar ik er doorheen moet? Door die mond? Oh, ik word geteleport. Oké. Ook goed. Dankjewel. Nice! Die eindbaasgevecht was wel heel cool. Met die kid blazers overal. En mijn rolletje, kom maar. Oeh, we hebben soldier boots. En soldier helmet. En soldier bla bla bla. Hoofdstuk 4. Man, hoe ver gaat dit door? Holy shit. Oké. Kom maar bij papa. Je bent uit de grot ontsnapt. Maar er wacht meteen een nieuw avontuur. Je gaat zo naar buiten. En daar vind je een dorpje. Met verdere aanwijzingen en opdrachten. Volg de aanwijzingen, voltooi de opdrachten en vind de weg naar het volgende avontuur. Opdracht, ga naar het dorpje, zoek de bakkerij en daar vind je de volgende aanwijzing. Thank you. Damn, deze map is groot. Ik dacht, oké, die eindbaas is dan het laatste stukje van dit level, maar het gaat gewoon verder. Ik vind het helemaal cool. Damn, hij heeft helemaal een dorp gebouwd. Fucking vet. Oké, kom maar bij papa met die emeraldjes. Inmiddels alweer 20 gevonden. Hé, jongens, dit vind ik nou een vette map, weet je. Als je gewoon een map maakt en je weet niet wat je moet maken, maak zoiets als dit gewoon. Fucking lange map, met story erin, en elementen van springen, bla bla bla. Mountain City, oké, Mountain City, fucking bruut. Ik kom niet eens uit mijn woorden, omdat ik gewoon niet weet wat ik moet vertellen. Is het een mijn? Het lijkt niet echt op een mijn. Oh, ik zie daar wel goud en diamonds liggen. Lekker hoor. Dus de kerk, we kunnen wel eventjes in de kerk loeren. Kijk, hier ligt namelijk gewoon een chestje met een emeraldje. Dat dacht ik ook wel. Oeh, hier zit ook een chestje met een emeraldje, verstopt onder de kerkbanken. Geen toegang. Nou, denk het wel hoor, want hier liggen gewoon emeraldjes. En there we go. Oké, en we hebben hier nog iets. Eens even kijken, dit gaat naar de toren, denk ik. Meestal werken er altijd van die oude mannen in kerktorens. En die moeten dan hierdoor lekker zo'n stukje springen. Worden ze waarschijnlijk heel vrolijk van. Maar dat maakt niet uit, ik doe het gewoon lekker. Ik weet niet eens of ik hier al heen moet. Hij zei dat ik naar de bakker moest voor mijn volgende avontuur. Oh ja, oké. Laat ik hier nog maar niet heen gaan dan. Ik loop gewoon de kerk in, zonder dat ik weet dat ik hier moet zijn. Hé, jongens, wij gaan hier later terugkomen. Laten we eerst maar naar de bakker gaan. Oké, bakkerij, hier moeten we wezen. Hallo, iemand thuis? Keuken. Hallo, keuken. Emeraldje. En wat meer vlees. Altijd fijn. Voor de rest is hier vrij weinig. Laten we eens eventjes verder kijken. Want hebben we hier heel veel chestjes. Met heel wat emeralds. Die je moet verzamelen. Want dat is voor punten. Hoofdstuk 5. Waren we daar gebleven? Ja, daar waren we gebleven. We hebben een brief en nog een emerald. Oké, laten we eens even zien. Wat staat hierin? Je bent aangekomen bij de bakker. En hij vertelde je dat hij aanwijzingen op zolder had liggen. Je ging kijken en je vond een brief. In die brief stond in dat het dorpje is vervloekt door de heks Makizi. Makizi. Mooie naam. Jouw taak is om de heks te verslaan en het dorp te bevrijden van de duistere vloek. Ga naar de kerk en volg de aanwijzingen. Ja, net waren we al bij de kerk natuurlijk. Kunnen jullie de brief nog lezen? Nou, dat is gewoon een brief. Laten we de brief van wel meenemen. Want de bakker heeft helemaal een brief voor ons geschreven. Is wel lief van de bakker. Maar we gaan er vandoor. En we gaan naar de kerk toe. Oeh, daar staat ook een molen. Ik weet niet of ik hier nou al heen wil, naar de farm. Ik bedoel, dit is misschien allemaal voor later. En er liggen hier wel emeralds in. Voor de rest niks. Dus ik denk dat we hier wel even mochten kijken. Om in ieder geval die emeralds eventjes te grijpen. Gelukkig hebben we de kerk... Oh, dit is niet de kerk. Dit is de boerderij. Oh, oké. Misschien dat we hier ook nog wel even wat kunnen vinden. Kom maar bij papa hoor, met die emeraldjes. Ik vind het helemaal mooi. Wat is dit? Varkens. Kippen. Koeien. Emerald. Schapen en eieren en emerald. Dank u wel. Weet je, je moet overal eventjes loeren, hè. Overal moet je even alles goed in de gaten houden, want anders mis je weer dingen. Helemaal in zo'n map als deze. Dit is echt een fucking vette map. De mijn konden we niet in, die was dicht. Dat is de boerderij en de kerk was daar. Die heb ik al gepakt. Hier is de kerk. En daar hebben we natuurlijk ook al alles in geloerd, behalve de toren, hè. Dus dan moeten we nu naar de toren toe. Die was hier. Kunnen we weer helemaal dat halve gare pad volgen. Dat uit elkaar is gevallen. Maar dat maakt niet uit, dat mag allemaal. Gaan we. Hoofdstuk 6. En uitleg pickaxe. Oké. Je bent aangekomen in de toren. Je opent de kist en je ziet een pickaxe. Je denkt bij jezelf, die pickaxe heb ik waarschijnlijk nodig. Je vraagt aan de priester waar je de volgende aanwijzing kan vinden. Hij zegt dat je in de verlaten mijn moet gaan om dichter bij de heks te komen. Maar ook zegt hij dat je een sleutel nodig hebt voor de mijn. Die moet je dus gaan zoeken. Opdracht. Zoek de sleutel en ga de mijn in. Dat is een duidelijke opdracht. We krijgen wel heel veel boekjes zo. Met deze pickaxe mag je alleen mossy stonebricks in de fontein weghakken. Oh, dat is een goede tip. En dan gaan we mossy even weghakken hier dan. Oké, mossy in de fontein, hè. Waarom is mossy stonebrick in de fontein? Ik weet het niet hoor, maar... Ja, hier. Ha, mossy stonebrick. En er zit daar een chest in. Sleutel naar mijn emerald. Wow, wat kom je hier doen? Ga... Sterf. Oké, dan kunnen we in ieder geval de mijn in. Oh, damn. Lootapalooza. Nice. Dit is wel heel veel. Oké, hier is de mijn. Laten we erin gaan. Papapapam. Vraag 1. Wat is de naam van de heks die je moet verslaan? Oeh. Oh, hoofdstuk 7. Laten we dat eerst maar even lezen. Je gaat nu een grote quiz tegemoet om je herinneringen van deze map te testen. Haal de quiz om dichter bij de heks te komen. Opdracht door de quiz. Om de 2 vragen krijg je een spawnpoint. Er zijn 10 vragen. Okidoki. Yo, deze map is ziek lang. Ik ben al zo lang bezig met deze map. Maar het is fucking vet. Je moet zeg maar de quiz beantwoorden door de minecarts te doen. Oké, die heet de Makizi. Dat weet ik wel. Laten we maar daar gewoon ingaan. Ik hoop dat dit goed is. En het is goed. Dat is zo cool gedaan. Echt, respect voor deze map. Tot nu toe, fucking vet. Ik ga nog steeds gewoon verder. I don't care. Hoeveel knoppen moest je in de eerste boss battle raken voordat je op het oog kon schieten? Dat waren er 4. Hopelijk waren er ook echt 4. En het waren er 4, yes. Hoeveel punten kan je maximaal halen? Oh, heeft hij dat verteld? Volgens mij is dat is niet verteld. En het is inderdaad niet verteld. Oké. Hoeveel cellen waren er in de gevangenis waar je aan het begin spande zonder de isoleercel? Shit, ja, ik was het al helemaal vergeten. Aan het begin spannen gewoon in een fucking gevangenis. Weet je hoe cool? Zonder de isoleercel, volgens mij... Wat staat daar? 3, volgens mij deze. 3 cellen, dacht ik. En het is helemaal goed. Yes, ik heb goed opgelet, jongens. Ik ben wel goed bezig. Hoeveel gebouwen stonden er in het dorpje waar je net was? Ik schat 5. En we hebben het weer goed. Damn, mijn geheugen is zo goed. Waar lag de sleutel waarmee je uit het celblok kon ontsnappen? In jouw cel niet. Ik denk in de isoleercel. Not sure. Maar toch had ik het goed. Wat gebeurde er met de eerste boss nadat je hem verslagen? Zijn mond ontplofte. Kom maar bij. Hij ontplofte. Oké, en we gaan weer verder. Wat was de volgorde van de 4 onderdelen die je in het grot moest doen voor de boss battle? Parcours, doolhof, boogschieten, dropper. Oh, dat is een goede vraag. Parcours, dropper, boogschieten, doolhof. Het begon volgens mij wel met parcours. Ja, het begon met parcours. Daarna doolhof of daarna dropper? Volgens mij was... Ja, eerst doolhof. Maar niet eerst boogschieten volgens mij. Ofwel. Volgens mij was dropper als derde. Ik weet niet. Ik gok op deze hoor. Ik weet niet of ik het goed heb. Ik gok hierop. Nee, helaas heb ik hem fout. Dan is het denk ik de derde. Helemaal aan rechts. Hoeveel checkpoints had je bij het parcours? Not sure. Nee, eentje. Wat 1 checkpoint. Ja. We hadden 1 checkpoint. Ik wil terug. Ik heb me bedacht. Want ik heb die andere ingespand namelijk. Fuckers. We hadden maar 1 checkpoint. Kom maar door. Ja, dit was hem. 1 checkpoint. Welke van de volgende 3 dieren was niet aanwezig in de boerderij? Konijn. Daar heb ik nog naar gecheckt, want ik was de boerderij ingelopen en dan konden we namelijk in al die chesten kijken voor die seeds. Yo, deze quiz fucking vet. Oh, dit is de heks, denk ik. Je gaat nu vechten tegen Makizi. En je gaat een einde aan haar maken. Maar pas wel op voor haar hulpjes. De hulpjes? Fuck, wat? Oké, verslaan Makizi, jongens. We nemen nog eventjes een appeltje in. En dan gaan we. Oké, wat moet ik doen? Holy shit, dat is vet. Oké, wat staat daar? Joost, je bent in mijn domein. Bereid je maar voor om te sterven. Ik versla Makizi en om het dorp weer vrede te brengen. Haha, kom maar op. Schiet op haar hoed. De hoed, oké. Kom maar. Oké. Fuck you. Man, het is ook echt een heks die echt gewoon potions gooit. Oké, kom maar. Fuck you, hulpjes. Fuck jou, hulpjes. Oké, dit is echt een kut battle. Ja, ik heb hem goed. Oké. Haar neus, haar zwakke plek is bovensteld. Snel, schiet erop. Oké, neus. Daar. Is dat die pukkel? Wat is dit? Ah, nee, niet mijn neus. Gefeliciteerd, je hebt de heks verslagen. Dankzij jou zal het dorp weer vrede kennen. Yes! Ik heb het gedaan, jongens. Woo! Ik heb de heks verslagen. Oh mijn god, het gaat gewoon nog verder, man. Het gaat gewoon nog verder. Het is ongelofelijk. Wat is dit dan voor hoofdstuk? We gaan even snel hoofdstuk 9 lezen. En kijken wat hier staat. Je hebt zojuist de heks Makizi verslagen, maar ben je nu? Waar praat je tegen? Het is de winner, de koning van de hel. Hij denkt, het gaat nog verder. Het gaat gewoon nog verder. Maar jongens, ik heb geen tijd meer. Dit is het voor deze aflevering. Maar deze map, het is zo lang. Oké, volgende week ga ik deze aflevering afmaken. Want fuck, deze map is zo ontiegelijk tof. Maar hij gaat nog verder. En ik heb andere afspraken en ik kan het nu niet afmaken. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog als je net zo hype bent als ik. Want deze map, dit is misschien wel de beste map die ik ooit heb gekregen. Man oh man. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Minecraft Map van een Derp. En later. Lever of zo. Hey, we hebben een sleutelmoment. Nice. Oké. Let's get out of here. Oh nee.